grote ongelijkheid, tekortschieten van de binnenlandse vraag, vergrijzing. Toch veel bedrijven die staatsgesteund zijn. De handelsoorlog natuurlijk, niet zonder consequenties. Ik ben heel benieuwd waar jij staat in het debat en wat de gevolgen zijn dan voor Nederland en ons bedrijfsleven. Arjan van Dijkhuizen. Ik hoop dat dit werkt. Ja, het gaat goed. Technologie staat voor niks. Ja. Hartelijk dank natuurlijk aan Klingendaal, aan het Leiden Asia Center en ook aan de Bali om te mogen spreken op dit boeiende debat. Een zeer actueel onderwerp. Ik werk als econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. Ik volg namen China en Azië. En mij is gevraagd om de economische invalshoek te belichten. Ik ga niet de vele problemen van China, schuldenbubbel en dergelijke bespreken. Er is mij gevraagd om specifiek ook even naar de escalatie van het conflict met de VS te kijken. Dus ik wilde u meenemen met drie onderwerpen. Toch eerst die ongelooflijke opmars van China om te duiden wat China betekent voor de wereld. Vervolgens in te gaan op de escalatie van het conflict tussen China en de VS. En tenslotte, wat betekent dit voor de wereldeconomie en ook voor het bedrijfsleven, ook in Nederland. De ongelooflijke opmars van China om mee te beginnen. Ik wilde dat met u doen aan de hand van een paar kengetallen. Ik ga er toch even bij staan. Ten eerste, wat we natuurlijk gezien hebben is, met name sinds de toetreding van China tot de WTO. In 2001 is China het maakcentrum van de wereld geworden. Heeft een gigantische economische transformatie en ontwikkeling doorgemaakt. Geholpen door actief industriebeleid, lage lonen en een grote thuismarkt. Met een sterke urbanisatie en productiviteitsgroei. Heeft een enorme groei kunnen bewerkstelligen. De laatste jaren, en die groei leunde heel erg op export en publieke investeringen. De laatste jaren werkt dat model niet meer. Probeert de overheid dat meer te buigen richting consumptie, diensten, hoogwaardige technologie. Ik wilde u een aantal kengetallen geven om die opmars te duiden. En af en toe stel ik u een vraag. Ik begin met 9,2%. Heeft iemand een idee wat dat cijfer inhoudt? Bijna goed, maar ik had dan iets anders in mijn hoofd. 9,2% is de gemiddelde economische groei van China sinds 2000, dus 2000 en 2018. Natuurlijk zien we de laatste jaren zien we een vertraging van deze groei. En zeker sinds de kredietcrisis. We verwachten voor dit jaar zo'n 6,2%. Volgend jaar iets minder, 5,8%. Vertienvoudiging. Dat is er gebeurd met het BBP per hoofd in China. Dus in 2000, de gemiddelde Chinees verdiende $1000 per jaar. In 2018, $10.000 per jaar. Er zijn geen landen, en zeker niet dit soort grote landen, die dat hebben kunnen evenaren. Mexico. Nu zie ik heel veel vraagtekens. Daar heb je eigen issues, daar kan je een aparte debatavond over houden. Maar China is natuurlijk aan het vertragen, maar omdat China steeds groter is geworden, blijft het enorm veel toevoegen aan de wereldeconomie. In 2018 groeide de Chinese economie met 1300 miljard. Dat is ongeveer gelijk aan Mexico. Zilver of goud? China is inmiddels natuurlijk door de enorme groei op weg om de grootste economie ter wereld te worden. In nominaal opzicht is het nu nummer 2. Met nog enige afstand op de Verenigde Staten. Maar als je dat gaat omrekenen in economen, de hamburgerindex, koopkrachtpariteit noemen we dat, dan is China al de grootste. 1,25 biljoen. Zegt iemand dat wat? 1,25 biljoen. Dat zijn een heleboel nullen. Sorry? Nou, dan kom je in de richting. Maar nee, dit is het bedrag wat volgens een Amerikaanse investmentbank, ik zal geen namen noemen als ABN AMRO, dat China van plan is of gaat uitgeven, gaat investeren in het Belt and Road Initiative tot 2027. En tenslotte 35%. Dat is bijna ook niet te raden hoor, dat neem ik jullie beslist niet kwalijk. Maar 25%, het is de groei van de online bestedingen in China. Het staat tegenover zo'n 20% in Nederland en 15% in de VS. En dit geeft aan hoe sterk China opkomt als technologiereus met verschillende bedrijven als Alibaba, Tencent, Huawei, als natuurlijk wereldreuzen. En Monica zei het al, het China Made in 2025 plan als ambitie. En dat is nu precies met name wat Washington nerveus heeft gemaakt.
Dat is natuurlijk een perfect bruggetje naar mijn tweede onderwerp. Dus de escalatie van dit handelsconflict tussen de VS en China. Wij hadden bij het Economisch Bureau al lang in de gaten dat met een verkiezing van Trump dat het Amerikaanse beleid een stuk protectionistischer en mercantilistischer zou worden. En dat China de belangrijkste focus van het beleid zou worden, was ook niet moeilijk te voorspellen. Wat al een stuk lastiger was, was de wijze waarop de VS dit zou uitrollen, dit beleid. En wat helemaal niet te voorspellen is, zijn de vele wendingen die we tot nu toe hebben gezien in het handelsconflict. We hebben nieuwe tarieven gehad, we hebben wapenstilstanden gehad. We hebben weer nieuwe tarieven gehad, we hebben uitstel van nieuwe tarieven gehad. Het is niet te voorspellen, maar de financiële markten reageren er enorm op. Wat natuurlijk duidelijk is, is dat die spanningen tussen de VS en China, ik noem het wel eens een veelkoppige draak. Het begon als een soort handelsconflict, het werd al snel een technologieconflict. Maar er spelen behalve economisch-financiële aspecten natuurlijk veel meer dimensies. Het is een geopolitiek schaakspel, het is militair, met een militaire dimensie. Onlangs noemde Trump nog Hongkong toen hij het had over hervatting van de bespreking met China. Dus het is echt een, wat dat betreft heeft het conflict vele gezichten. Uiteindelijk draait het natuurlijk om een soort strijd om de mondiale hegemonie. De strijd tussen een marktkapitalistische VS en een staatskapitalistisch China. Intussen is die escalatie gepaard gegaan met een enorme opeenstapeling van handelstarieven en invoertarieven. Zo'n beetje de hele Chinese invoer vanuit de Amerikaanse invoer vanuit China is al belast of gaat per 15 december belast worden. En de VS heeft ook allerlei restricties afgekondigd voor investeringen, Chinese investeringen in de VS en uitvoer van strategische producten naar China. En China reageert met evenveel, of nou niet evenveel, maar proportioneel ook opstapeling van tarieven. En ook met allerlei non-tarifaire restricties. En heeft ook een zwarte lijst opgesteld en heeft een wisselkoers laten depreciëren. En daarop heeft de VS China weer een wisselkoersmanipulator beschouwd. Intussen is die handel tussen die twee landen enorm aan het afkoelen. Het tweede kwartaal van 2019 was de onderlinge handel van China 10% minder dan een jaar eerder. En dit neemt toe, die afkoeling. Die cijfers die dit weekend zijn gepubliceerd wijzen daarop. Dus ontkoppeling tussen deze twee grootmachten vindt al plaats. En Trump heeft dan ook nog eens een keer opgeroepen aan Chinese bedrijven om zich terug te trekken uit China. En hoewel, maar de vraag is of er een wettelijke basis voor is en er veel weerstand is ook bij grote multinationals. Het feit dat hij dat alleen al roept, betekent dat Amerikaanse bedrijven zich drie keer zullen bedenken om nog zaken te doen of meer te gaan investeren in China. Dus die ontkoppeling is al gaande. Dat zien we ook aan bijvoorbeeld groeicijfers van Aziatische landen zoals Hongkong en Singapore. Die kelderen naar beneden. Terwijl je juist landen waar de aanbodketens naar heen verschuiven, zoals Maleisië en Vietnam, het relatief goed doen in Azië. Is dit nou echt effectief wat Trump aan het doen is? Dat kun je natuurlijk afvragen. De Chinezen lijken vrij volhardend, lijken zich niet erg veel aan te trekken van opeenstapeling van dreigingen. De laatste tijd lijkt hun houding ook wat verhard te zijn. In ieder geval kwamen ze gewoon nog met escalatie op de laatste tarieven van Trump. Of met represailles. Een deal wordt steeds lastiger. China kan thuis zich niet permitteren om als zwak over te komen en buigend voor Amerikaanse eisen. Beijing lijkt ook wat economische groeivertraging te accepteren. Het lijkt het te kunnen uitzitten of te willen uitzitten. Ze kunnen dat een beetje mitigeren met wat wisselkoersdepreciatie en wat actieve gerichte stimulus. En ze weten dat er presidentsverkiezingen aankomen in de VS. Trump daarentegen drukt soms op de knop. Ik wil heel erg streng zijn voor China. En soms drukt hij op de knop, laten we een deal maken. De vraag is wat hij natuurlijk gaat doen als de verkiezingen dichterbij komen. Er wordt regelmatig verwezen wordt de term koude oorlog erbij gehaald. En dat is onder andere nog weer door meneer Kudlow dit weekend gebruikt. Koude oorlog, omdat het natuurlijk gaat om twee verschillende systemen. Verschillende manieren qua democratie, maar ook qua economisch model. Dit kan natuurlijk veel verder escaleren, die strijd, als dat echt een koude oorlog wordt. Je kan meer tarieven krijgen, meer restricties. Je kan ook allerlei sancties krijgen, financiële sancties. En je kan ook nog andersoortige risico's krijgen buiten het economische speelveld om. Parallel met koude oorlog, deels terecht, deels ook niet. Ik zie dat ik een beetje op de tijd moet letten. De handel van de VS en de Sovjet-Unie kwam nooit boven de 2% uit. Dus Amerika had nooit meer dan 2% in zijn invoer en uitvoer met de Sovjet-Unie. En met China is dat opgelopen naar 15%.
Dat betreft kan je het beter met Japan vergelijken. Dat ging zelfs naar 20%. De opkomst van Japan in de jaren 80 maakt ook veel Amerikanen een beetje nerveus. Maar Japan is natuurlijk geen China. Er zitten heel grote verschillen qua model, maar ook qua omvang. Ten slotte, de impact op de wereldeconomie. De derde issue. Wat we nu al zien is dat de escalatie van het conflict een enorme impact heeft gehad op de wereldgroei. Het vertrouwen van ondernemers, investeringsbereidheid is flink afgenomen. Je kunt gerust van een Trump-slump spreken. Het is niet voor niks dat in de laatste G7-top wereldleiders Trump bijna smeekten om rustig aan te doen. Wij hebben dan ook onze ramingen verder verlaagd bij ABN AMRO. En we zijn al enige tijd, verwachten we minder groei dan de consensus, dus dat gemiddeld de economen denken, voor grote landen als VS, de eurozone en China. In Europa wordt Duitsland heel erg sterk geraakt vanwege zijn stevige banden met China, kapitaalintensieve export, veel auto's. Nederland doet het eigenlijk relatief vrij goed momenteel, maar ja, als Duitsland geraakt wordt, wij zullen daar ook last van krijgen. Dus we zijn ook wat voorzichtiger geworden met onze voorspellingen. Is het nou een en al ellende? Nou, ik wil toch een beetje positief eindigen. Het is niet een en al ellende. Het biedt natuurlijk ook kansen, die nieuwe wereld, die ontkoppeling tussen deze twee grootmachten. Er is weliswaar een grote macro-schok geweest, maar op meso- en microniveau ontstaan natuurlijk ook kansen voor slim opererende ondernemingen. Je ziet nu al een beetje, China blijft doorgaan met het verlagen van zijn algehele invoertarieven. Ik zie u denken, hoe kan dat? Maar de Amerikanen profiteren daar momenteel niet van. Maar gemiddeld gaat het invoertarief in China naar beneden en liberaliseert men allerlei regimes, onder andere de financiële sector. En als je dus op dit moment niet Amerikaans bent, kun je daar dus van profiteren. Er zijn ook bedrijven die dat roepen. En we zien ook, de export van Nederland is vorig jaar met zo'n 5% gekrompen naar China, maar is in de eerste 5 maanden van het jaar met zo'n 15% gestegen. Dus er is ook al hoop. Ik wilde afsluiten. De opkomst van China is overweldigend. Dus het heeft Washington erg nerveus gemaakt. We zien een ontkoppeling. We zien aanbodketens verschuiven. Het is een megaschok voor de wereldeconomie. Daar moeten we niet lichtzinnig over doen. Maar tegelijkertijd biedt het ook kansen voor slim opererende ondernemers. Dank u wel. Dank je wel, Arjan.